Raise your voices high and sing of your Caribbean pride. Sing it loud and strong. Feel our hearts beat as one. Celebrate in song as we rise to heights where we belong. Sound the victory drum. Oh, Caracom, hele, hele, bravo. Open your sting, Caracom. Suriname is van 3 tot en met 5 juli aanstaande gastheer van de 43ste reguliere vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Bij deze gelegenheid zal ook de hameroverdracht plaatsvinden. De voorbereidingen naar deze belangrijke periode zijn reeds in volle gang. Diverse activiteiten zullen worden georganiseerd. De CARICOM 10 kilometer loop is hier onderdeel van. De communicatiedienst Suriname maakt u deelgenoot van de Road to the 43rd Regular Meeting of the Heads of Government of the Caribbean Community. In deze derde editie starten we met Dennis MacDonald, voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond SAB. De bond werd op 30 december 1948 opgericht. De SAB is aangesloten bij verschillende overkoepelende sport- en atletiekorganisaties. Raise your voices high and sing of your Caribbean pride. Deze loop, wat u aangaf, wordt georganiseerd in het kader van dus de CARICOM regeringsleiders die hier op 4 en 5 juli aanstaande een meeting willen hebben. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aan ons gevraagd als wij dus de organisatie van deze loop willen voorbereiden en ook organiseren. Dus de hele technische voorbereidingen valt dan onder de Atletiekbond. De voorbereidingen van deze activiteiten lopen goed. Natuurlijk, het is voor ons een iets groter event. Niet dat wij niet gewend zijn aan internationale events. Zoals u weet organiseren wij jaarlijks de 10K road race van de South American. Maar dit is iets groter, iets breder. We verwachten verschillende vertegenwoordigers van diverse lidlanden van de CARICOM. We zijn in nauw contact met het CARICOM-secretariaat, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat vertegenwoordigers van sportzaken. Dus ik kan wel zeggen dat het allemaal wat technisch betreft heel goed loopt, de voorbereiding. Nou, in principe, als we kijken naar onze ervaring, zouden wij binnen 2 weken zo'n loop kunnen organiseren. We hebben draaiboeken, natuurlijk moet je nou rekening houden met wat andere aspecten. Inschrijvingen lopen iets anders, inschrijvingen lopen niet rechtstreeks naar de bond, maar via het CARICOM-secretariaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus daarmee moeten wij rekening houden. Maar ja, dat loopt wel goed. We hebben geen problemen met deze voorbereiding. Wij gaan vertegenwoordigers hebben van de lidlanden van de CARICOM. Er zijn 15 members. We verwachten niet van alle 15 members atleten. Omdat u weet, logistiek is het niet zo makkelijk om uit de regio naar Suriname te komen. Maar we verwachten wel van een aantal landen 1 tot 2 atleten en een coach die zullen participeren. Ik denk dat vanuit Guyana, omdat logistiek dat veel makkelijker is, een groter aantal atleten zullen participeren. Verder hebben wij gesprekken gehad met Yannick Pomba en Eliza Sennebat, die zullen deelnemen aan de CARICOM 10 kilometer loop. Pomba is in april erin geslaagd om het Surinaamse marathonrecord te verbeteren tijdens de NN Marathon Rotterdam. Het volgende doel van de lange afstandsloper is het behalen van de 5 kilometer en 10 kilometer limieten voor de Olympische Spelen van Parijs. Eliza is een jonge atleet verbonden aan de atletiekvereniging The Tropical Runners. Dit loopt wel niet zo als hoe ik eigenlijk wil, want als ik kijk naar het weer en school, ja, dan gaat het niet zo goed, maar wel, ik doe mijn best, ja, om de beste van te maken. Ik ben 18 jaar, het is jong en ik ga naar de HAVO, HAVO 3. Ik zit nu in de examenklas en ik doe al 6 jaar aan atletiek. Mijn trainingsschema is nu in orde, dus ik train elke keer weer om beter te worden. Dus de 5 kilometer en de 10 kilometer. Ja, ik had wel 3 keer op de marathon gelopen. Ja, en nu ben ik gewoon ready voor die 5 en die 10.
Het is begonnen bij mijn broer. Mijn broer en ik zijn goed op elkaar en hij besloot toen atletiek te doen. En ik was dan alleen thuis en hij heeft me dan meegenomen om atletiek te doen. Ja. Op nationaal niveau heb ik Biggie Brokey 2 keer gewonnen. Cross country 1 keer en 2 keer South America Road Classic. Ja, en ik denk dat ik wel een paar wedstrijden nog gewonnen, nationaal kampioenschap en zelf mini-marathon. En zo, ja. Ik doe ook aan middellange afstand, dus 800 en 1500 meter. Ik mocht 3 landen bezoeken, waaronder Colombia, Bolivia en Peru. Dus de Continental Games. Dus ik wil de Olympische en de WK bereiken. Ja. Dus ik ga voor Parijs, als Parijs gaat lukken. Maar als het niet lukt, dan is het 28 Los Angeles. Geef niet op. Het goede komt eraan. Als je nu nog niet het beste bent, zal je ooit wel het beste worden. Dus soms voel je jezelf niet zo goed, maar toch moet je gewoon toch komen. Dus daarna ga je zelf weer zien van oké, nu kom ik weer op vorm. Ja, ik krijg de motivatie weer. Ja, dus je moet gewoon doorgaan, niet stoppen. Sport is van cruciaal belang en verbindt mensen met elkaar. Laten wij als natie onze sporters koesteren en waarderen. Tot de volgende editie. Raise your voices high and sing of your courage.